Het is donderdag, 28 april. Dit is Barend en Van Dorp. Goedenavond allemaal, hartelijk welkom rond die klok van 25 naar half 11. Iedere werkdag zijn we er. Iedere werkdag zit hij naast me, mijn beste vriend Frits. Wat gaan we doen? Nou, het gevaar bestond dat u hem dit seizoen niet meer zou kunnen zien. Eerst had hij een klaplong en nu kreeg hij een klap van de VARA. Want de VARA heeft, nadat Jack Spijkerman gisteren had bekendgemaakt dat hij overstapt naar 10, vandaag besloten dat hij het programma Kopspijkers niet meer mag doen. De laatste 4 afleveringen zijn geschrapt. En daarom is hij hier vanavond om te praten over hoe dat zo op hem overgekomen is en wat er met hem allemaal gaat gebeuren in de toekomst, Jack Spijkerman. Ja. En met hem meegekomen zijn cabaretiers uit Kopspijkers. Zij zullen straks de bar vullen. Allereerst ziet u Thomas van Luyn van de Mike en Thomas Show. Ja. Sanne Wallis de Vries, die u vanavond nog even zag in een uitgebreid interview op Nederland 3. Hartelijk welkom, Sanne. En straks komt ook nog Erik van Muiswinkel. Die komt nu uit Gouda. Hij doet daar Antiquariaat Oblomov met Diederik van Vleuten. Dat prachtige theaterprogramma. Hij ziet in de taxi, hij is op weg hier naartoe. En Figo Waas en Peter Heerschop van Niet uit het Raam. En zij doen iets liefdadigs hier op het Omroepcentrum. En zijn ook op weg hier naartoe, zodat die 3 krukken op de bar straks ook gevuld zijn. En Jan Mulder analyseert de koningin. En aanzetten nog. Oh, voor het bord. Ja. Je moet het bord erbij hebben. Zeker. Okay. En we zijn heel benieuwd naar de stelling, Frits. Nou, wat zijn wij benieuwd? De stelling over het nieuws van vandaag. Het is terecht dat de VARA per direct stopt met het uitzenden van Kopspijkers. Het is terecht dat de VARA per direct stopt met het uitzenden van Kopspijkers. Wij zijn benieuwd wat u vindt. www.baartenvandorp.nl. Goedenavond, Jack Spijkerman. Ja, goedenavond. Vanochtend, jij ging naar je werk en je hoorde, ik moet om 9:30 bij Vera Keur komen. Ja. Jij komt binnen, je gaat zitten en toen? Ik ging daar, ik had met mijn redactie even vergaderd over de uitzending van zaterdag. En ik zei, ik moet even weg, want Vera wil me even spreken. En ik was van overtuigd dat het ging over, van ga je nou over de hoofden van de kijkers heen in de uitzending? Ga je toch niet het conflict uitspelen? Ik dacht, dat ga ik even zeggen, dat ik dat natuurlijk nooit zou doen. Daar zat de directeur van de VARA en een uitvoerend producent die voor dit programma verantwoordelijk is. En Vera, en daar kreeg ik te horen dat ik op non-actief was gesteld. Nee, maar wacht even, je gaat dan zitten, even precies. Of ik iets drinken wilde? Ja, zei ik. Water. Ja. Wil je drama? Ja. Ja. Nee, ik vond het perfect. Ja, nee. Dit is geschiedschrijving, Jan. Oh, ja. Niet waar. Koffie en ik nam water. En, nou ja, het was natuurlijk een dramatisch moment. Achter de ramen zag je al het VARA-personeel. Zo dramatisch wil je het, maar zo was het niet. Het werd me gewoon heel bot meegedeeld. Maar meteen, je komt binnen, zegt ga zitten. Ja. Vera nam het woord en zegt En ze zei, je moet het niet als straf zien, maar er is geen uitzending zaterdag. Want dat vinden we beter voor jou en voor de VARA. En toen? Want het heeft een kwartier geduurd, het gesprek hebben we gehoord. Ik was verbijsterd. ik heb ook gezegd, van dit is belachelijk, dit moet je niet doen. Waarom zou je dat nou doen? Nou ja, omdat als je dan grappen gaat maken, dan begrijpt de kijker het niet. Ik zeg, maar dit is toch onzin? En het persbericht was er dat de makers zouden niet in staat zijn. Er werd ook tegen zegt dat de cabaretiers kenbaar hadden gemaakt dat ze het heel moeilijk vonden of bijna niet aankonden om die uitzending te doen. Dan ben ik heel even stil geweest. Nou, we hebben er 2 aan de bar zitten. Ja. Mike Baudet en Sanne Wallis. Thomas van Luyn. Je bent meteen Van Dorp en Mike Baudet in de bar. Thomas, klopt dat wat Vera Keur zegt, jullie niet in staat waren om te doen? Niet zover ik weet. Ik heb dat niet gezegd. Niemand van ons heeft dat gezegd. Sanne ook niet? Nee, helemaal niet. Nee. Niemand heeft iets gezegd. We zijn niet gebeld of zo. Jack was gewoon de eerste die iets hoorde. Wij kregen het persbericht dat uitkomt van de VARA was voor het eerst dat wij lazen dat dat wellicht niet goed voor de humor zou zijn, deze situatie. Dat het niet goed. Wat dacht jij toen je dat las, Thomas? Ik zie dat als een foute schatting. Ik denk dat, als ik het heel neutraal zeg, dat we over de afgelopen jaren wel bewezen hebben dat wij, wat wij leuk vinden, aardig overeenkomt met wat de kijker leuk vindt, is dus dat ze ons daar best in kunnen vertrouwen. Ja, goed, zie jij het wel als straf? Nou, het heeft me wel zo geraakt als een soort straf, want ik was er behoorlijk ontdaan van. Ik voelde me wel gestraft voor iets, terwijl ik dacht, we hebben een zakelijk conflict. Maar waarom mag ik nou geen uitzending doen? Ja. Nee, maar dat je het zo voelt, maar voel je ook dat zij het bedoeld hebben als straf? Nee. Nou, dacht je nou werkelijk dat ze dat niet verantwoord vonden?
Nee. Zullen we even kijken wat Vera Keur zei? Ik begrijp de beweegredenen nog steeds niet. Zullen we even kijken wat Vera Keur zei over het afschappen van jouw uitzending aanstaande zaterdag? Een programma met satirische grappen over iemand die daar volop aan meewerkt, dat kan nooit de rand opzoeken, als je begrijpt wat ik bedoel. En dat voelt de ene kijker wel en de andere kijker niet. Maar wij vinden dat het dan ook bij een goed satirisch programma hoort, dat je op zo'n moment zegt, dan doen we het even niet. Het is juist het tegenovergestelde. Nee, maar wacht even, laat me even Jack reageren eerst. Nou ja, ze zegt dus hier eigenlijk dat zelfspot niet kan. Terwijl zelfspot de mooiste spot is die er is. Als je zelfspot graag hebt, moet je ook geen spot over anderen hebben. Ze heeft ons gebeld. Zij zegt letterlijk, zowel de gefritst als mij, het zou het demasqué zijn van het programma als jullie over jezelf grappen zou gaan maken. Het is een satirisch programma. Dat was toch ook met de klaplong? Hebben we ook alleen maar grappen over de klaplong gemaakt? Of alleen maar ook? Ja. En hoeveel grappen er al niet zijn gevallen over Jack's vermeende loon? Ik bedoel, daar is Figo Waas. Hartelijk welkom, Figo. Ja. Peter Heersen. En Erik van Muiswinkel. Waar gaat het over? AZ. Het gaat over AZ. Albert Heijn dat de pindapraas uit de handen moet nemen. Jullie komen zojuist bij Vera Keur vandaan. Wat hebben jullie besloten? Nou, we gaan toch naar 10. Vera Keur gaat ook naar John de Mol, heb ik net gehoord. Vera Keur is over. Was jullie iets bekend, Eva, dat zei Jack net, dat Vera Keur had gezegd dat de cabaretiers het niet aankonden om aanstaande zaterdag... Dat is een van de dingen waar we het meest boos over zijn. Wij komen vanochtend om 9:45 in dat kantoor en we lezen in een persbericht van de VARA waarin gesuggereerd wordt dat wij het niet aan zouden durven. Zelfs al zou dat zo zijn, dan zou het toch leuk zijn als ze dat met ons even besproken hadden. Je krijgt dat gewoon te horen. Maar als je stelt schooljongens uit de klas gestuurd. Ze zitten vol met grappen, komen eraan. Ja. Dan moet je met je grappen heen op zo'n dag. Ja. Nou, het is vrijmarkt zaterdag, dus je kan in Vondelpark gaan staan met je grappen. Ik moet wel, Jack, want ik ben ontslagen. Ik zou wel als Ludo daar gaan liggen met een bordje, ik wil slapend rijk worden naast de poep in het Vondelpark. Zij zegt, Vera Keur, jullie zijn zo goed met Jack dat je toch in je grappen hem spaart. Dat je nooit echt de keiharde grap zou durven maken. Peter, dat is Heerschop. Haar argument. Peter. Nou, dat is cool. Ja, wij zijn inderdaad heel goed met Jack en het is een goede vriend, maar ook vrienden kun je vrij hard afmaken. Maar nou, doe het dus nu. Nee. Ja, doe het nu. Nee, hadden jullie harde grappen in je hoofd? Nee, natuurlijk. Waar gaan die grappen over? Nee, nou ja, alle mogelijkheden ga je onderzoeken. Ja. Waarom iemand weg zou gaan, ja, daar kun je... Waarom denk jij dat hij weggaat? Ja, Jack gaat puur voor het geld. Maar het is heel raar dat iemand voor je spreekt. En dan vervolgens wordt er gevraagd, is dat waar? En dan moet je dus iets verdedigen of uitleggen. Wat is het helemaal niet? We hebben nooit iets gezegd over of het wel of niet beter mogelijk was zaterdag of niet. Dus we zitten nu iets te verdedigen. En niet om Vera Keur zwart te maken, maar ik heb het niet zo vaak gezien bij Spijkers. Terwijl wij toch al een aantal jaartjes daar werken. En dus kan ze voor ons beslissen wat we wel en niet kunnen. Ja goed, die macht heeft ze, want ze is de baas. Maar bovendien is onze redenering ook, er is nog wel even wat meer. Wij willen best 30% van de tijd besteden om die geldwolf de grond in te trappen. Ja. Maar we hebben toch ook nog de koningin, die 25 jaar bestaat. En we die nog rijker is. Die nog veel rijker is. Ja. En dat mag wel. Ja. We hebben Donner, we hebben zoveel deze week. We hebben echt gewoon, er is heel veel te doen. Ja. Er is al 3 dagen gewerkt aan een prachtig lied voor de koningin. Waarom heb je het niet even geheim gehouden? Ja. Hoe bedoel je geheim gehouden? Nou, 4 weken. Oh nee, maar je bent op een gegeven moment... Ik ben natuurlijk pas ergens in maart begonnen met een soort bespreking. Eigenlijk over een soort creatieve samenwerking. Omdat ik een bedrijfje in oprichting heb wat programma's bedenkt. En... waarom? Op een gegeven moment hadden we een plan. En het is naïviteit voor mij geweest. Ik dacht, ik ben 23 jaar hartstikke loyaal geweest aan de VARA. Ik ben echt veel benaderd de afgelopen jaren. Wat logisch is, door allerlei omroepen, publieke en commerciële. Die allemaal aanbiedingen hebben gedaan en bergen geld beloofd. Maar dat was de keuze niet. En nu dacht ik, nou, dit is op mijn 56e krijg ik een hartstikke mooie kans om nog eens een bedrijf uit de grond te bouwen. De komende 8 jaar, want ik heb vorig jaar een contract getekend voor 2 jaar... wat beslist niet langer mocht van de VARA, omdat de omroepconcessie afliep. Waardoor ze niet wisten of er over 2 jaar wel een programma voor mij mogelijk was.
Nou, ja, maar ook, je bent hier, ik weet niet wanneer is... Nee, Jack, ik zal je voorlezen. Ja. Ja. 28 september 2004, oh, ja, zegt Jack, maar ik zal wat citeren. Ik ben een varenman. Ik heb geen reden om weg te gaan. Ik heb een grote mate van vrijheid. Ik ben sociaaldemocraat. Dan kun je bij de Mol trouwens ook blijven, denk ik. Toen Vara commerciële plannen had, heb ik met Keur gepraat. Ik heb dat 2007 getekend en ik ben daar blij mee. Ja. Ik kan me dan ook wel voorstellen dat mevrouw Keur zegt, wat krijgen we nou? Maar natuurlijk. Maar natuurlijk. Maar ik was ook uiterst verbaasd toen dit op mijn bord kwam. En ik dacht, maar jemig, hier heb ik nooit over nagedacht. Mm-hmm. Dit is ik kan het bedrijf waar ik al 2 jaar met Hans Riemens, de creatieve begeleider van heel Kopspijkers, zijn we daar al 2 jaar over bezig. Ik heb 2 jaar geleden ook gevraagd, en 4 jaar geleden overigens ook bij de VARA, mag ik zelf produceren, want we hebben zelf... Dat ontkent VARA weer overigens. Ja, dat kan ze wel ontkennen, maar het is echt, toen dat gesprek met Jeroen Soer was, toen directeur. Ja. En letterlijk is het zo gegaan, ik zet op Jeroen, ik wil mijn contract verlengen met de VARA, dus openbreken, want het liep nog 1 jaar. Ik zei, breek het op, ik teken voor 5 jaar tegen hetzelfde salaris, want ik hoef geen salarisverhoging. En mogen zelf produceren. Nou, van zelf produceren was absoluut geen sprake. Ik dacht, nou oké, als dat niet mag, dan mag het niet. Tegen hetzelfde salaris is letterlijk tegen me gezegd, ja, wat denk je, misschien ben je volgend jaar niet meer zo populair, dus dat kunnen we niet zomaar garanderen. Krijgen we nou? Dus je krijgt meer? Dus je krijgt meer? Nee, ik moest nog moeite doen om hetzelfde te krijgen. Ja. En daarna, nee, kon absoluut niet voor 5 jaar verlengd worden, maximaal 2 jaar, want dan liep die concessie af. En dan weten we niet of we nog wel... Jij wilde 5 jaar toe? Ik was bereid voor 5 jaar te tekenen. En, maar dat kon niet. En maximaal 2 jaar, want de concessie loopt af. En dan weten we niet of het nog wel kan. Daar heb ik me bij neergelegd. Vervolgens is Jeroen Soer ontslagen, zoals je bekend is, omdat hij dat niet helemaal netjes heeft afgehandeld. En nu kwam er pas in maart, begin maart, werd ik contact gezocht door Remco van Westerlo van Talpa. Over, die had gehoord dat ik een bedrijfje was begonnen met de ideeën voor programma's. Of we daar een soort samenwerking in konden vinden. Daar heb ik meteen gezegd, dat moeten we overleggen met Vera Keur, want ik heb een exclusief contract. Ik kan dus niet zomaar programma's voor een ander gaan bedenken. Maar ik wil best met je praten, we hebben gepraat. Heb je door Vera ingelicht dat je gesproken hebt? Nee. We hebben eerst had je dat achteraf misschien wel moeten doen? Dat had ik misschien moeten doen, maar dat hebben we niet gedaan. Toen kwam het verzoek, wil je ook met John de Mol hierover praten? Hebben we ook gedaan. Nog steeds in de heilige overtuiging, we praten hier over eventuele programma-ideeën. En toen legde 3 dagen later John de Mol een A4'tje neer met... ik wil je wel voor 8 jaar in dienst nemen, ik wil je bedrijf helpen oprichten. En dan kun je gaan, gaan presenteren. En dan kun je een sportprogramma gaan doen, iedereen weet wat voor liefde ik voor voetbal heb. Dacht ik, jemig, dit is toch... Ik ben 56 en nou kan ik nog eens een keer helemaal opnieuw beginnen. Ik moet zelf een bedrijf uit de grond stampen, samen met Hans Riemens. In mijn naïviteit dacht ik, nou, dat snapt Vera wel, dat als je zo'n kans krijgt. En met die instelling ben ik ook naar Vera gegaan. Van Vera, wacht moet je nou, ja, nee, ja, wacht, ja, en... Plus, jij weet ook niet of je nog wel zo oud wordt. Je bent 56, nee, zeg je. Je bent een klaplong gehad. Ik heb een klaplong gehad. Ja. Ja. Bedoel, wij zaten al van, we gaan het overnemen, naar die klaplong. Ja, maar... het is echt... Maar jullie zitten klaar. En het was in mijn naïviteit, ik dacht, ze zal toch wel begrijpen dat als zij me niet langer dan 2 jaar willen en ik kan nu voor 8 jaar een soort iets nieuws opbouwen. En ik wist al, ze zullen wel gaan roepen, graaier en zakkenvuller. Dat moet ik nog maar bewijzen, want het bedrijf moet... Wat zei ze toen je pleeg contractbreuk? Toen zei ze, je hebt getekend voor 2 jaar. Ik zei, dat weet ik, maar ik kom ook met het verzoek, kunnen we daarover praten? Want dit is toch een unieke kans, die krijg ik over 2 jaar niet. Stel je voor dat over 2 jaar de omroep van 3 naar 2 gaat, de publieke omroep. Of dat ze inderdaad zeggen, wat Asma echt heeft gezegd, van ja, programma's Kopspijkers kan natuurlijk ook niet, dat is ook amusement. Krijg ik dan een pensioen van de VARA? Nee. Ik ben geen miljonair. Ik kan niet stoppen met werken. Dus gaan ze me dan een pensioen geven? Nee. Dus ik dacht echt, Vera, snap het nou. Ik ben toch 23 jaar hartstikke loyaal geweest. Dit is gewoon toekomst voor me. Mag ik wat anders vragen? Veronders, er komt, Vera Keur heeft gezegd, de mogelijkheid is aanwezig dat we naar de rechter gaan. Veronderstel dat de rechter zich uitspreekt en zegt de VARA heeft gelijk. Jack, jij moet bij de VARA blijven. Ga je dan programma's maken daarvoor? Wil je me geloven dat ik daar nog niet over nagedacht heb? Vast wel, ik geloof je daarin niet. Ik ben hier vandaag mee geconfronteerd. Ik ben vanmorgen verbijsterd daar weggegaan. Ik durf wel, nou, ik kan wel hard in tranen weggaan. Ja, was het zo emotioneel? Waarom was het zo emotioneel voor je? Oh, het raakte me emotioneel en ik kan niet precies zeggen waarom. Ik heb letterlijk... Omdat je misschien een beetje jezelf ook... Ik zit al 23 jaar daar. Ja, maar dan had je toch kunnen blijven? We hebben een zakelijk conflict. Maar dan ga je toch niet zo met elkaar omdat je zegt, je mag je programma niet meer doen? Nee, maar misschien zit je toch ook een klein beetje met je geweten in de knoei. Nee, het is meer dat ik...
Weet je waarom dat ik dat ook zeg? Ja? Omdat jij, ik bedoel, afgezien van je grote, onbreekbare liefde voor het VARA-nest en die bepaalde sfeer. Want het was meer dan loyaliteit bij jou, maar een soort liefde voor ik weet niet wat. Ja? Dat jij altijd behoorlijk af hebt gegeven op John de Mol. Niet op John de Mol. Jawel. Nee? Ja, jawel. Jawel, jawel. Het cabaret, ja, John de Mol. Het cabaret heeft... Daar heb jij niks mee te maken. Met mijn instemming. Klopt. Alle grappen erover maken. En die zullen we ook blijven maken. Maar ik heb natuurlijk wel degelijk met John de Mol afgestoken. Als we het doen, wel onafhankelijk. We moeten alle grappen kunnen maken. Dus ook over jou, John. Die zullen we blijven maken. Maar ik wil het blijft toch gewoon het programma. Als ik daar een amusement, satirisch achter het programma gaan maken. Is dat tot. De VARA mag ik er ook grap over maken. Ik kan toch bij John de Mol ook grap over John de Mol maken. Nou, nog één heel even. Je hebt er nu 1,5 minuut over kunnen nadenken. Ga je dan bij de VARA als de rechter zegt ja? Ik heb. Ja, dat wil je niet geloven. Ik heb daar niet in 1,5 minuut over nagedacht. Ik heb helemaal niet over de. Mensen beginnen ook over de. Ja, de VARA gaat een juridische zaak beginnen. Daar heb ik zou je niet dat aankunnen? Jij bent geen type van als mededelaar. Nee, ik ben veel te emotioneel voor dat soort dingen. Ik kan hier niet zo heel goed tegen. Want je moet er ook eruit komen. Ik ging Ben Jankert het gebouw binnen. Ik kwam bij de cabaretiers binnen. Ja. Wanneer heb je het hun verteld? Wisten zij dat je onderhandelde met John de Mol? Ik ben afgelopen dinsdag heb ik iedereen gevraagd te komen naar het Werktheater. Voordat ik bij Vera dit ging melden. En voordat er ook maar iets getekend werd bij John de Mol, heb ik iedereen gevraagd te komen. En heb ik ze meegedeeld, omdat ik het absoluut niet allemaal... Mag ik vragen, hoe hebben jullie erop gereageerd, Erik van Muiswinkel, toen je het hoorde? Nou, was ik net weer niet bij dat kringgesprek. Nee, ik kwam iets later binnen. Moeten inlichten, maar het werd heel stil. Stilte, hè? Het werd heel stil. Sanne? Ja. Nou, niemand zei eigenlijk iets. Heel veel O in het begin. Toch, Peter? Nou, jij zei wel iets, geloof ik. Ik zei ook O. Ja, het is verbijsterend eigenlijk. Want ik heb dat werk niet zien aankomen. Ik heb Jack er een paar dagen voor, zei ik nog... Er stonden nog steeds geruchten in de krant dat jij naar John de Mol zou gaan. Ja, dat heb ik ook gezien, zei Jack. Dus daar loopt hij niet aan. Maar het kwam als een behoorlijke klap. En ik wist ook niet wat ik ermee moest. Maar neem jij het hem kwalijk dat hij niet eerder heeft jullie ingelicht? Ja, wel een beetje. Ik had dat had wel beter gekund, ja. Omdat wij natuurlijk elkaar al zo lang kennen. Ik zit daar geloof ik al 1 jaar of 8. Maar ja, het is een persoonlijke beslissing van Jack en daar ben ik niet in betrokken. Ik had wel gedacht dat ik daar eerder in betrokken zou zijn. Dus daarom kwam het ook wel als een schok. En daarna moest ik erover nadenken. We zaten met z'n allen, ik geloof dat we allemaal in dezelfde schok hadden. Ja. Jack en Hans zullen daar hun redenen voor gehad hebben. Maar het is nu in 1,5 dag zo'n gekkenhuis dat we zelfs niet eens rustig daar nog over hebben kunnen praten. Dat is echt... Maar mag ik aan Sanne vragen? Ja. Er waren ook wel wisselende reacties. Want ik geloof dat ik ook gezegd heb van ja, dat John de Mol niet bekend was als de koning van de goede smaak tot nu toe. Tenminste, heel veel goede dingen gemaakt, maar ook heel veel dingen gemaakt die ik... Althans, die wij, denk ik, niet... Nee, maar dat was altijd in het cabaret gedaan. En dan is het toch vreemd dat je daar naartoe gaat. Ja. Laat me even uitleggen. Dat weet ik niet. Ik vind dat wel vreemd. Ho. Ik vind dat wel vreemd. Er is aan niemand nog gevraagd of zij daar naartoe gaan. Ja, maar wij gaan daar toch niet heen? Dat is toch niet... Dat komt zo. Jack die gaat erheen met Hans. Maar jij was in een betoog. Ja, Figo was in een betoog. En Figo was in een betoog. Maar typisch Jan, die gaat er dan weer doorheen. Ja, in dat betoog zei hij dat John de Mol ook hele goede dingen had gemaakt. Ja, maar dat is gewoon... onderhandelen met John. Dus ik wil was natuurlijk ontzettend maar goed. Maak even je betoog af. Je zei, jij vond hem niet altijd de koning van de goede smaak. Nee, maar ja, dus ik heb wel gedacht, ik had het niet verwacht. Maar natuurlijk, Jack had ons bij elkaar geroepen en dan ga je denken van, nou, wat is er aan de hand? Hij kan, of misschien gaat hij wel stoppen, weet je, want het is te zwaar allemaal. Of hij gaat naar John de Mol kan ook, maar Peter en ik op de fiets, nou, dat zal toch wel niet. En het derde, wat was het derde? Dat hij jou zou vragen als opvolger of zo, geloof ik. Nee, dat was geen optie. Maar in ieder geval, natuurlijk heb je gemengde gevoelens. Maar de dag daarna krijg je meteen de volgende ellende op je bord. En dan gaat Vera Keur daarmee vandoor. Dus ja, we hebben inderdaad niet genoeg kunnen reageren op wat... En Sanne, hoe heb jij erop dan zelf? Was je teleurgezet? Was je blij? Was je opgelucht? Of was je... Nou, ik vond het heel vreemd nieuws dat Jack, de rode rakker, naar John de Mol de geldwolf gaat. Terwijl dat natuurlijk allebei helemaal niet zo zwart-wit ligt. Maar ik vond het wel vreemd, dat heb ik ook gezegd. Ja, je staat bekend als de rode VARA-man en dan ga je... Dat was mijn eerste reactie. Ja. En toen zei Jack, jullie moeten gewoon allemaal goed nadenken. Toen dacht ik, nou, daar ga ik eens goed over nadenken van de zomer.
En toen kwam vandaag eroverheen inderdaad. En dat vond ik allemaal nog veel vervelender. Nou, mag ik er nog iets over zeggen? Er kwam van Jacko een hele motivatie van een half uur. Of daar zaten allerlei punten in. Grote punten, kleine punten. Nou ja, dat moet je ook even tot je door laten dringen. Wat het betekent voor iemand. En dat dingen om een beslissing om ergens weg te gaan, dat gaat stapelen. Dat hoef ik jullie niet te vertellen. Maar er zijn dingen die zitten tegen. Dan denk je, dat maakt niet uit. Het is mijn club. En dan uiteindelijk, als er 150 dingen tegen zitten, denk je, en dit is nou net de druppel. En de ruzie gaat over de druppel. Maar dat is natuurlijk niet waar je ruzie over moet maken. Je moet kijken wat er voor is. Het al een beetje... En daar moest ik ook nog over nadenken. Ja, nee, een paal boven water staat dat wij als één man en vrouw achter Jack staan. Omdat Jack ons al die jaren kansen heeft gegeven. Ja. Bij Spijkers met Koppen zijn we begonnen. Scènetjes geschreven, dingen. En hij heeft ons meegenomen op televisie. Altijd geen censuur toegepast. We konden alles doen. Dus dan sta je achter die man. Ja. Ja. Ondanks dat hij nu, zeg maar, misschien een keuze waar je nog niet van begrijpt. Maar nu denk je, nee, dit kan niet. Thomas, dus deel jij ook die mening? Of heb jij ik was ook niet bij dat kringgesprek. Vigo en ik waren er. Ja. Een driehoekgesprek was het. Nee, de rest was er allemaal. Ja. Maar ik was heel verbaasd en ik ben heel traag met die dingen. En op zich vind ik het niet zo heel raar. Want ik ben echt cabaretier daar en ik denk ik wil iets leuks en iets moois maken. En ik wil het best daar doen of daar doen of daar doen. Voor mij hoeft dat niet per se bij de varen te zijn. Ik ben gelijk heel benieuwd, maar dat weet ik ook nog steeds niet. Omdat het zo snel is gegaan, hoe dat er dan uitgezien, wat Jack precies gaat doen. Of die verplicht een briezertje moet drinken in beeld en om de 5 minuten onderbroken wordt door reclame. Dat vind ik de belangrijke dingen, hoe dat artistiek gaat. En dat er een zakelijks meningsverschil is. Ik heb geen idee wat daar gebeurd is. Jij doet nu met Mike Baudet, de Mike en Thomas Show, bij de Vara. Ja. Stel dat je gaat mee met Jack naar 10. Heeft dat consequenties dan voor jou? Ik heb geen flauw idee. Hebben jullie zelf, jullie programma's worden ook vaak door de VARA uitgezonden? Voor de duidelijkheid, toen ik dat hele verhaal aan hun gehouden heb, heb ik gezegd, jongens, ik ga je nu niet vragen of je meegaat of niet. Want dit is vrij heftig, dit bericht. Maar je hoopt later. Het wel, neem daar gaan aan. We over praten. Je hoopt het wel. Tuurlijk, de mensen waar je zo lang mee werkt. Ja. Maar dat kun je toch niet van iemand vragen als je dat net hebt meegedeeld. Ze hebben gezegd, daar gaan we nog over praten. Zullen we nog even iets anders kijken? Want jullie waren aan het repeteren in het werktheater. En toen gebeurde... Voordat we dit afronden, ook nog één vraag. Want ik zag jou op het NOS-journaal van 10 uur. Toen zei je, ik wil gaan nadenken. Want ik weet niet of ik wel bij Jack Spijkerman wil blijven horen. Nee, dat heb ik niet gezegd. Bovendien was de vraag niet in beeld. Zij vroeg, is het moeilijk om bij Jack weg te gaan? Of om de beslissing of je bij hem blijft of niet? En toen heb ik gezegd, ik weet helemaal niet of ik wel bij hem hoor, heb ik toen gezegd. Ja, dus het is heel essentieel dat die vraag eraf gehaald is. Dat is de situatie. Ik weet niet of ik... Wij hebben inderdaad onze dingen altijd kunnen doen in totale vrijheid. In samenwerking met Jack. Afhankelijk een beetje van, dit is het nieuws. Dit is de bom. We gaan het er niet te veel over hebben. Blijf rustig nadenken. Laat even inzinken. Je gaat veel gesprekken hebben de komende tijd. Daar hebben we nu niet de kans toe gehad. Maar, dus we kunnen niet in ene bepalen of we meegaan. Nu waren we aan het repeteren. En toen werd het decor, gewoon even kijken, werd het decor weggehaald. Oh, hè? Ja. Lekker. Dat was toch raar, denk ik, hoor, voor jullie om dat mee te maken. Ja, ik heb er niks van gemerkt, dus achter onze rug. We zitten zo in onze tekst dat de decor gaat achter ons weg. We zaten beneden in het werktheater, in een andere ruimte, en we hoorden wel wat lawaai. En 10 minuten later komt iemand vertellen, ze hebben het hele decor weggehaald. En toen riep Sanne, we hadden ons aan het spijkerblok moeten vastketenen. Dat ik heel goed vond. Vast moeten spijkeren zelf. Maar dat was te laat, dat was dat natuurlijk niet. Maar ik begrijp wel waarom Jack daar emotioneel wordt. Maar is dat voor jullie ook wel toch een eerste geweest dat het al zo... Wij spreken decor weghalen. Dat hoor ik wel eens van mensen die uit een Amerikaans bedrijf worden. Die zeggen van er is een kans dat ik misschien naar iemand anders... Wap! Bureau leeggeruimd en op sodemieter. Daar had ik niet van de VARA verwacht, eerlijk gezegd. Maar ook geen telefoontje naar... Daarna ook nog geen telefoontje naar ons. Weet je, zijn verschillende van ons die hebben gesproken met... Vanmiddag heeft Thomas, daar was ik niet bij. Ben je niet? Je hebt altijd pech. Het is nog een losse groep, hè? Dat we niet met jou erover moeten. Ja, ik had een snabbel, dus ik... Maar jij hebt een telefoontje gehad, Thomas. Ik heb een telefoontje gehad, van iemand van de uitvoerende producenten. Maar het was een neutraal telefoontje van vervelend, hè, wat er allemaal gebeurd is. En ik hoop dat we in de toekomst misschien... Ja, maar zij wou gewoon sowieso al iets met jou. Nou, dus precies. Dan belt ze daar ook over. Mij ook gebeld. Op veel vlakken. Erik van Muiswinkel. Sanne is ook gebeld. Ik wou voor jou veronderstel dat de VARA-leiding nu morgenochtend tegen jullie zegt... allemaal,
Kunnen we in het weekend eens met jullie praten voor een voortzetting van eventueel een programma zonder Spijkerman? Maar met Paul de Leeuw bijvoorbeeld, wat gerucht gaat, hoor ik vanavond. Ja? Nou, dan zullen we daar zeker over gaan praten. En ik heb geen idee welke kant dat dan op zou gaan, maar als Vera Keur belt, dan gaan we praten. En dan willen we eerst weer een paar dingen weten. En dat zal dan een pittig gesprek zijn. En ik spreek voor mezelf, heb niet eens een contract met de VARA. Ik teken achteraf een papiertje dat ik mee heb gedaan en daar centjes voor krijg. We hebben in dat opzicht niks met de VARA te maken. Verder natuurlijk wel, dat we sinds 1993 op de radio daar werken. En nooit enorme problemen met ze hebben gehad. Dus je hebt wel een band en tegelijkertijd ook juridisch nou helemaal geen band. Maar je eerste zinnen zijn weinig loyaal naar Jack toe. Of is om daarmee te gaan praten? Nee, dat je denkt, ik ga er maar praten, dan kijk ik wel of dat je zegt, ik wil zo niet vrij, praten. Zo vrij zijn wij. Ja, en dan kan Jack een persoonlijke Jack vriend blijven. Toch? Ja. En dan blijf ik bij hem over de vloer komen en een cadeautje voor zijn zoon meenemen. Maar... Nou, dat weet ik niet. Of dat ik heb een lijstje, zoals je weet, maar bij stel ons dat Bert Visser of Paul de Leeuw het gaat overnemen. Of dat Peter het gaat overnemen. Ja. Wat mogelijk, want ik weet niet meer wie de naam Kop spijkt. Want ik geloof ik ook 50% bij de VAR en weet ik veel, maar het spel en ja, zo. Kop heet het dan. Spijkers. Ja. Kop. Dat zijn van die vervelende dilemma's waar we ongetwijfeld voor komen te staan. Ja, dat wordt helemaal niet zo makkelijk. En dan is het dus inderdaad, weet je niet wat je beslist? Nee. Dat geldt voor jullie alle vijf? Nou, op dit moment heb ik niet echt zin om te praten daar, denk ik. Nee? Nee, daarna zo'n actie als vandaag. Nou, ik vind het Ramzak moet ik praten. Ja, ik ben er altijd voor om juist wel te praten. Maar ik verwacht eigenlijk wel dat zij nu beginnen. Want we krijgen eerst al een persbericht. En daarna zeggen ze, je moet even kijken naar het persbericht. Ja, denk ik, dat had ervoor moeten zijn. Ja, dus het voelt nu bijna dat zij ook wel met iets komen. En ik reken er eigenlijk op dat ze deze middag al even zouden bellen van... vervelend is het gegaan, Peter, zullen we snel even praten? Want ik denk juist dat je altijd dingen uit moet praten. Ook nu. Maar jullie zijn ook bij spreken bereid met Jack volgend jaar mee te gaan naar 10, alle vijf. Daar moet ik ook over nadenken. Ja. Dat moeten we allemaal toch bezinken. En, Is geen enkel. Ik denk dat Jack daar heel benieuwd naar is. Jack? Jack, hoe voel je? Hoe voel je? Ik ga giga bedragen bieden natuurlijk. En ik weet hoe het bij mij is gegaan. En ik ken ze, die gaan ook. Nee, dit is de meest eerlijke opstelling zoals we met elkaar omgaan. Ik ga natuurlijk praten, maar ik heb meteen gezegd dat ik dat niet van de week ging vragen. Dat lijkt me heel raar, er komt nogal wat binnen. Dus we gaan volgende week, we hebben opeens heel veel tijd. Dus we kunnen volgende week wel een gaatje vinden om ergens te praten. En dan gaan we daarover praten. Officieel wil de VARA nog steeds graag dat jij alsnog blijft. En die laatste 3 afleveringen wel maken. Maar dat is waarschijnlijk geen optie. Dan moet dat decor weer terug. Hoe weet je dat? Nou, dat meende ik begrepen te hebben uit wat Vera Keur gezegd heeft. Ja, dat ze uiteindelijk nog het liefste heeft dat Jack gewoon zijn contract heeft. Maar dan moet hij zijn contract bij 10 opzeggen. Ja, dan heeft hij een geneetje. Maar waarom moet ik nou contract met 10 afzeggen als ik de komende uitzendingen... Dat begrijp ik van dat wil, zo wil, ziet Vera Keur het. Want ze verbiedt hem nu kopspijkers te maken omdat hij contract bij 10 getekend heeft. Of interpreteert het niet? Nee, volgens mij stond erin dat zolang het conflict er is, maar geen uitzending. Nou ja, hoe dat ook zit. Ja. Waar niemand het over heeft, maar dat gewoon de kijker ook zo ontzettend de dupe is. Ja, volledig mee eens. Het begon opeens vanavond, drong het op me door, toen we allemaal naar huis gingen en zo. Dacht ik, dit was het dus. Dit was kopspijkers. We hebben niet eens een einde kunnen maken. We hebben niet eens de laatste aflevering. Dit is belachelijk. Alle mensen waar we mee gewerkt hebben. We hebben nu de laatste kopspijkers gezien. Nou, maar niet alleen de kijker, de hele ploeg mensen waar we iedere week al jaren met de vaste ploeg werken. Van opnameleider tot en met de jongens achter de camera, de make-up en al. De jongens die bij de deur staan om de mensen in te... Je hebt geen eens gedag kunnen zeggen. Ik heb een klein voorstelletje. Belachelijk, ja. Dus dan 4 keer. En het leukste van kopspijkers was toch de bar dan. En dat zegt de hamer ook. Jouw presentatie was ook fantastisch. Maar toch de bar. Ja. Kunnen wij dat niet 4 weken de vrijdag afstaan? Een 20 minuten? Met alle plezier, Jan. Dat is een goed idee. Er is één probleem. Een heleboel mensen staan in theater. Ja. Daarom nemen wij het 's middags op, omdat ze 's avonds in theater staan. Dan kopen ze uit. Zijn dit contractbesprekingen? Ik denk dat die man van Financiën net heel 4 uur onder de tafel. Ze zijn zo vol brok. Dat doen ze Nee, maar het is wel...
Het is wel raar, dat hebben Vera Keur ook gezegd. Hey Jan, wat ouderwets weer, hè. De kijker had dolgraag natuurlijk willen zien hoe jullie, zoals jullie hier met z'n vijven zitten en jij, dat zaterdag jou in de maling hadden genomen, dat opgelost had. Dat had ik dolgraag willen zien hoe je door de mangel was gehaald. Ja. En dat is ik had het ook wel mee willen maken. Nou, dat zit je nu. We gaan er wellicht een klein beetje daarvan zien na de reclame, want dan gaan we met de bar praten met dan Erik van Muiswinkel als Harry van Rai, Peter Heersen, Viggo Waas als Johan Cruijff, Sanne Wallis de Vries als de koningin en Thomas Verluin als meneer Remkes. En dan vragen we reacties op het vertrek van Jack Spijkerman naar Tien. De stelling van vanavond luidt: en Peter Heersen was doet altijd Peter Heersen. Jij doet altijd Peter Heersen. Ja, dat is wel makkelijk. Jij kunt het drank. Hoe heet het? Heb je gaan? Dijkstal heb je. Ja, maar dan doe ik gewoon dit. En morgenochtend kunnen we bij Edwin weer horen. Ja, de stelling van vanavond luidt: het is terecht dat de VARA per direct stopt met het uitzenden van kopspijkers. www.baardenvernoor.nl. Tot na de reclame met de Bar en Jan over Beatrix voor het bord en AZ. Weet je de uitslag al? Het was 2-1 voor Jan. Volgens mij heb jij je hele redactie meegenomen hierheen. De hele redactie, alles en iedereen is er. En familieleden zie ik daar aan de overkant. En die applaudisseren natuurlijk bij elke zin. Wat je maar zegt. Ja. Je weet niet wat je meemaakt. Ja. Hartelijk welkom ook de cabaretiers. De moeder aller deskundigen, Jan, over de koningin en over AZ. Ja. Moet ik dat nu doen? Alsjeblieft, ja. Jan. Ja. Nou, kijk. Daar staat het bord. AZ, ik heb de koningin al. De koningin eerst. Dit moet de koningin voorstellen. Ik pak even een landzaad uit het hoedje. En een voorzitter. De AZ speelde een leuk voetbal met een schitterend doel. De bal werd voorgezet en hij nam hem hier met de binnenkant van de voet. Dropkick in de eerste hoeken. Schitterend doelpunt qua beweging van de voet. Een soort tafeltennisbeweging met zijn enkel. Een prachtig doelpunt. De koningin. Het is 2-1 geworden voor Lissabon. Dus AZ kwam in 1-0 voor. 2-1 voor Lissabon. Dus het ziet er heel goed uit voor AZ. Want Feyenoord spoken in de Naterhout, Henk. Hè? Feyenoord verloor ook met 2-1 van Lissabon. Hè? En hoe was het in Rotterdam ook? Ook 2-1 voor Lissabon. Ja, maar AZ is stukken sterker dan Feyenoord. En heeft geen vuurwerkgooiers. Ja, ja. De koningin. Kijk, die sfeer van de gesprekken. Ik wil even één vraag van de interviews te laten horen. Kan dat? Ja, kan. Laten zien. Natie is afgelopen 25 jaar natuurlijk ook qua kleur en samenstelling veranderd. En is het voor u niet moeilijk om nog de eenheid te bewaren in een natie die zo versplinterd dreigt te raken of reeds is en die zo heterogeen geworden is? De samenleving is complexer. Dat is gewoon, dat is een feit, dat moeten we erkennen. Ja, kijk, het is de vraag naar de bekende weg en het antwoord die op de bekende weg thuis hoort. Er was ook nog een vraag, weet je, hoe ziet u uw rol in een toekomstig gezamenlijk Europa? Weet je, en dat wordt dan ook weer zo grappig. Op een gegeven moment heb je echt zin, dat is wel allemaal, om zo tegen de koningin te zeggen: oh, wat ging er door je heen toen Fortuyn vermoord werd, toen Kok dit deed. Een beetje menselijk. Dat was een keurig gesprek, zo voorspelbaar. Ik heb echt zin om dat over te nemen, Frits. Zou je dat willen? Dat zou ik fantastisch vinden. Ja, dank je wel. De tweede. Ik vrees dat wij niet door de censuur komen. Nou, kijk, dat is de fout die ze maken. Het blijft helemaal in een keurslijf van nette vragen. En je moet wel respect voor zo'n vrouw hebben. Maar dat moet je voor elke gast hebben, Jan. Niet alleen voor de koningin. Nee, er zijn gasten. Nou, er zijn gasten. Ja. Nee. Daar moet je respect voor hebben. Dat moet je niet uitnodigen. Als je gast uitnodigt, heb je respect. We hebben voor Jack ook vanavond respect. Ja. Tweede vraag. Ik bedoel, zo'n vragen ook. Ik zou dan. Er waren vier oud-ministers die kwamen aan het woord. Waaronder Lubbers. En die zei bijvoorbeeld. Die dingen waren natuurlijk opgenomen. De interviews had dat kunnen zien. Die zei: ja, het is wel belangrijk dat de koningin ook goed met een kandidaat-premier kan opschieten. Maar als dat niet, moet er niet aan denken. Hoezo dat zij goed met een premier zou moeten kunnen omgaan? Nonsens! Ja. Dat had ik aan haar willen vragen. Dat is nooit een keer een vraag die snijdt. Dat keurige gedoe. Tweede fragment, dat vond ik wel erg leuk. Audiëntie van Balkenende. Op audiëntie bij de koningin. Wat is dat? Geluid. Ja, goed. Goede reis gehad.
Ja, prachtig. Ik kan er uren naar kijken. Goede reis gehad. Waar kwam hij vandaan? Hij zei, goede reis gehad. En u krijgt trouwens de groeten van de burgemeester van Lech. Ja, want die Balkenende is een skier. Hij is namelijk de enige skier ter wereld die zonder zonnebril skiet. Ja, ja. Nou, derde fragment. Mooier kan ik het niet doen. Er moet iemand aan het woord, ook een oud-premier, die even precies de koningin en haar 25-jarig regentschap beschrijft. En zo heb ik Beatrix altijd beschouwd als de buizerd in het zwerk van het staatsbestel. Die neerziet op het land met altijd wakend oog. Ja. En geen bijzonderheid van het gewoel beneden daar ontgaat haar waarneming. Ja, weet je, dat is schitterend. Tot de laatste het woord van deze prachtige guirlande van een zin, punt, maakt hij het af. Prachtig. Dus de koningin is... Kijk, dat was de mooiste dichtbundel van het jaar was van Hans van Hagen. Moeder is een rover. Hans had de titel. Prachtig boekje. Maar hij heeft het dus een beetje met... Moeder is een roofvogel. Een buizerd. Want ze ziet haar muiswinkel in het veld lopen. Ze ziet het onder het gevoel. Dat gevoel had ik misschien nog veranderd in gepeupel. Weet je dat? Want zij kijkt neer op ons. Gepeupel. Maar voor de rest is vannacht helemaal vannacht. Dat was het mooiste van de avond. Oké, Jan, dankjewel. Dankjewel. We gaan even de mensen aan de bar hun reactie vragen. Peter Rinsel, blijf je zitten of ga je wat schenken achter de bar? Ja, ik vind het wel leuk om daar achter te staan om wat vragen te... Sanne Wallis de Vries, wat denk je dat de koningin ervan zal vinden dat Jack Spijkerman, een icoon van de VARA, heeft besloten over te stappen naar de commerciëlen van John de Mol naar 10? Afgezien van de overstap van Jack Spijkerman naar 10 is het mooiste cadeau wat ik kon krijgen voor mijn 25-jarig jubileum dat op aanstaande Koninginnedag er geen uitzending van Kopspijkers is. Ja. Twee weken geleden was het al feest vanwege de klaplong. Maar nu is het helemaal bingo. Ja, je hebt dus altijd drie kanten aan een medaille. Je hebt dus een kop, je hebt dus een munt en je hebt dus ook de zijkant. En daar staat altijd op, God zij met ons. Nou, daar heeft Jack dus het meest aan. God zij met ons. Je hebt een financiële zaak en je hebt een fysieke zaak. De financiële zaak is altijd belangrijker dan de fysieke zaak. Maar dat is logisch. Ja, dat is logisch. Ja. Ja. En vind jij dat de VARA hem deze kans mag ontnemen? Ja, nooit geschoten is altijd mis. En als je geen kansen krijgt, dan scoor je niet. Dus ik zeg, ja, ze mogen nooit een kans ontnemen om te scoren bij Jack. Ja, als hij maar zijn geld deelt met zijn vrienden, is dus geen probleem. Harry van Rij, hoe is het in het Eindhovense ontvangen? Ja, is dat inderdaad. Ik loop hier de deur platje. Eergisteren zat ik hier aan die mooie. Dan mocht ik nog bij de nootjes, maar nu ben ik al aan de bar gedegradeerd. Maar het was natuurlijk de week van PSV. En die wordt ons op deze manier ontnomen. We hadden een feest, we zijn kampioen geworden. We hebben Milaan op 2-0 gehouden. Terwijl het net zo goed 6-0 kunnen zijn, maar toch goed wegbreekt. Ik zou bij Jack aangeschoven zijn aan een hoop fragmenten. En Mark van Bommel hadden we als analyticus horen zeggen dat de grote kracht van Milaan was dus dat ze heel moeilijk te verslaan zijn. Waar ik enige minuten over had willen uitweiden, over de draagwijdte van deze analyse. Want je kan natuurlijk over verdediging praten, over aanval binnen een gevaarlijke spits praten. Maar de grote kracht is natuurlijk heel moeilijk te verslaan zijn. Dat is eigenlijk het grootste probleem. Nou, ja, dat wordt me nu allemaal afgepakt. En Jack gaat met de media anders strijken, terwijl PSV is kampioen en dus niet Ajax. Nee, meneer Spijkerman. Excuses, meneer Van Rij. Ben je inmiddels ook voor PSV geworden? Nou ja, ik toch aan het overgaan. De laatste tijd wel de neiging om aan te sluiten bij de winnaars. Dus bij de winnaar, het zou niet gek zijn als ik opeens PSV-fan werd. Maar een Ludo zou er ook zijn. Oh.
Zaterdag. Maar van verdomme. Ja, want Ludo van Alderen van de Nuon. Ja, van Ludo van Nuon. Want die zat helemaal aan de grond. Want die heeft zijn hele bonus moeten inleveren. Dus die was nu erachter gekomen hoe het was om van 757.000 euro rond te moeten komen. Ja. Godverdomme, 1166 euro per dag. Nou, dan zou ik eens even aftellen waar dat dan op gaat. He, dus mevrouw. Nou, dan is het op. En dan heb ik nog geen dak boven mijn kop en nog geen hap gegeten. Dus, en dan zou ik vanzelf wel bij Spijkerman uitgekomen zijn. Ja, aan de deur aanbellen. Ja, Peter Heerschop. Ja, ik schrijf dit altijd. Nou, we zouden ook... Ferry Mengelen. Ferry Hoe Mengelen. Is er in Den Haag gereageerd eigenlijk op de overstap naar 10? Dat is een hele goede vraag. Want het gaat natuurlijk om hele grote belangen. We zien hier twee grote organisaties en het volk denkt van... hé, hey, waar zouden die cabaretiers nou uiteindelijk voor kiezen? Nou, aan de ene kant heb je natuurlijk een organisatie... waar alles gaat om de platte smaak en de centen en de kijkcijfers. En aan de andere kant zien we John de Mol. Zoiets. Ja, dat weet ik toch. Meneer Van Rij, we hadden u hier maandag ook even. Toen ging het over de aankoop van Robinho. PSV, u had dat wel gedaan. Wat had u overgehad om Jack Spijkerman naar PSV te halen? Spijkerman naar PSV? In welke rol hadden we dan? Om er geld op te maken of zo. Ik denk als de man met de hamer of zo. Ik had er een paar ton voor over gehad om hem weg te houden bij PSV. Dat is heel wat anders. Nee, er is geen sprake van. Spijkerman, je zegt dat een voetballiefhebber is, maar hij is ook voor Ajax. Dus dat zijn twee dingen. Je kan een heleboel dingen niet rijmen in jouw leven, vader. Jammer. Begrijpt u zijn stap wel? Ik had hem hoog zitten, maar... Ja, dat is voorbij nu. Ik begrijp zijn stap tot op zekere hoogte. En hij krijgt all the way to the bank. En hij mag eindelijk... hij krijgt speelgoed wat hij bij de vader niet kreeg. Ja, maar, heeft Anton zich erover uitgelaten? Anton Gezink? Jawel. Anton gaat mee. Want hij heeft een brief gekregen. Ah, want Willem blijft bij de ervaring. Ja. En Anton die gaat met jou mee. Ja. Meneer Remkes, wist de AIVD dit? Minister AIVD Remkes. Zat er natuurlijk bovenop. We hebben een heel team van mediaspecialisten de hele middag naar teletext laten kijken. We wijten alles tot in de puntjes. Nou, zo gaat het met... Maar Figo, is hij geen dief van zijn eigen portemonnee? Johan Cruijff, is hij geen dief van zijn eigen portemonnee als hij dit niet had gedaan? Ja, je bent altijd een dief van je eigen portemonnee, in principe. Dat is logisch. Wat je ook doet. En zou jij mee willen naar 10? Ja. Want jij zit nu bij de NOS. Ik zit bij de NOS, maar ja, ik heb dus freelance. Ja, ik zou liever naar 14 gaan. Ja, klopt, dankjewel. Ja. Ik zie je, majesteit. Gaat u mee? Gaat ze mee? Waarheen? Met waar mij voelde? Naar 10. De koningin blijft zitten waar ze zit. De komende 25 jaar. Zei ik jij? Ik bedoel generaties. En hebt u hem op, gaat u hem op 10 zetten thuis, majesteit? Ik denk het niet. Nee hoor. De majesteit heeft nog nooit zelf iets ergens opgezet. En Willem van Hanegem, blijf jij bij de NOS of Kanaal Plus? Of ga je mee met de heer Spijkerman naar 10? Nou, ik wil hoe dan ook achter een decoded. En waar die staat, het interesseert me geen klote. Nou, maar niet uit. Ja. Ja. Oké, jongens. Ja. Ja, we zouden zaterdag aan de bar ook Ben Bot hebben. Want ik geloof Thomas, jij zou voor eerst minister Ben Bot doen. Ja. Ja. Want ze hadden bedacht dat hij zich voorstellen, Ben Bot. En dan zou Ludo zeggen, Ben Blut. En dan zou ik zeggen, Ben Binnen. Ja. Ja. Goed, helaas, we gaan even naar de stelling nog even. De koningin zou zingen, ja. En de koningin zou queen, zingen met Queen. Killer Queen. Killer Queen. Het is terecht dat de VARA per direct stopt met het uitzenden van kopspijkers. www.barendenvandorp.nl. En na de reclame gaat Jack Spijkerman echt bekendmaken wat hij gaat doen. Tot zo. Weer reclame? Ja, dat is twee keer bij ons. Twee keer? Ja. Ja. We
Welkom terug met Jack Spijkerman en de cabaretiers. U zag wat u zaterdag moet missen. De stelling van vanavond luidde: het is recht dat de VARA per direct stopt met het uitzenden van kopspijkers. Heren, dames aan de bar, wat denkt u dat er gestemd is? Sanne. Ik denk dat het publiek het vooral heel jammer vindt, dus dat ze het niet terecht vinden. Dat de meerderheid het niet terecht vindt. Peter. Ja, dat denk ik ook. Ja. Jack, jij? Ik denk dat het publiek het ook jammer vindt. Ja, die waren wel nieuwsgierig geweest naar hoe ze mij voor schwatelaar gingen uitmaken. Nog nooit zo massaal gestemd. Alleen bij Villa BV hebben we dat een paar keer meegemaakt. Ja. Meer dan 8000 stemmen in een uur. Jummer. En Vera Keur, luister goed, slechts 20% is het met deze beslissing eens. En 80% is het daarmee oneens. Zo'n uitslag hebben we gisteren gehad met de grondwet. Gisteren met de grondwet hadden we bijna net zo'n uitslag. Ja. Dus het Nederlands publiek is vrij unaniem. De grondwet wordt ongeveer gelijkgesteld aan kopspijkers. Ja. Ik zou voorstellen, kom volgende week vrijdag weer. Die werd toch vrij. Het mag ook donderdag. Maar Jack, er zou eventueel een gerechtelijke procedure volgen. Of misschien volgt die ook wel. Nu neemt de VARA een beslissing om het programma te stoppen. Ja. Je weet dat daar een heleboel kijkers naar kijken. Ja. Vera Keur is niet de domste vrouw in Nederland. Nee. Waarom heeft zij dat besluit genomen? Daar moet toch iets achter zitten? Ja, misschien toch willen straffen. Of misschien toch verkeerd ingeschat. Of dan ook maar niet meer op de zender. Kunnen jullie het inschatten? Enig idee? Het riekt naar pesten. Nou ja, het klinkt emotioneel. Zo plots en zo snel ook. Het is niet iets wat je zakelijk ga je rustig overwegen, vergaderen en een strategie bedenken. Dat is zo. Het is toch een vrouw. Het klinkt, het blijft eruit. Dit is een tekst die ik niet heb geschreven. Maar wel had willen schrijven. En ik zie, de uitslag is herzien. Nee, maar het gek is, zij blijft. Ik voel het wel als een straf. Wij hebben er dus bij gesproken. Toen zei ik, is het wel een straf? Toen zei ze nee. Wij denken dat de cabaretiers hier niet mee om kunnen gaan. Dan hebben we vanavond gezien hoe je de. Wij dan hebben, dan, Erik. Ik 10 en zij hier 6, 7, 5 jaar lang als grote volwassen mensen dat cabaret daar gedaan. Met enig succes. Als ze deze discussie al had willen aangaan. Over of je nog satire kan maken op degene die ook gaat. Dan had ze dat toch met ons moeten bespreken. Ja, op zijn minst. En dus zij kan nog niet bepalen wat satire is. Ergere momenten, hè? Ja. Met de moord op. Voor het, bijvoorbeeld. Nog één klein vraagje. Bezulpen. We hebben haar, even een klein vraagje daarover nog. Frits. We hebben haar. We hebben haar gesproken. Lachelijk. Ja, maar dat maakt er niet. We hebben gesproken. Ja, Jan, ga jij eigenlijk? Ja, ik ga ook. Ja? Ik ga je mee naar Talpa? Ik twijfel. Als jij gaat, ga ik ook. Oké. Okay. Hij gaat. Ik moet wel. Maar wel in een blauw leeuwenpak. Ja, maar waarom wil je dan mee? Omdat die krukken hier niet goed zijn, Frits. Ze suggereerde ook, of ze zei het expliciet ook tegen ons, dat er binnen het team misschien wel, er waren wat stemmen binnen het team opgaan van, moeten we wel doorgaan? Klopt dat? Het is absoluut niet waar. Toen ik dat vanmorgen hoorde in de Kamer van Vera, dat zei van, er zijn cabaretiers die twijfelen, dit en dat, toen heb ik me heel even alleen gevoeld. En toen ik me herpakte, toen zei ik, dat kan niet, want ik heb ze gesproken. Toen werd er gezegd, nou, dan spreken sommige cabaretiers met dubbele tong. Daar ben ik erg van geschrokken. Ik ben vanmiddag om 1 uur. Die zijn hier vrij eerlijk geweest. 1 uur bij de cabaretiers gekomen en degene die niet waren heb ik gebeld. Die zeiden: Jack, dat is. En laat ik niet gaan vloeken nu. Dit is echt een klote streek. Heeft iemand van jullie wat anders gezegd bij Vera Keur dan hier vanavond? Het is, we hebben er niet gesproken. Niet gesproken. Nee. Dus ik voelde me toen ontzettend belazen. Wat zeg je? Ik wou wel, maar het is wel niet. Ik heb de nummer niet. Nog één ding. Je zei net dat je gehuild had. Letterlijk, ja. En waarom precies? Omdat ik daar 23 jaar gewerkt heb, Jan. En ik dacht, we hebben een conflict en daar komen we uit. En dat is misschien naïef. Een scheiding doet natuurlijk pijn. Maar dat het op zo'n manier gaat, dat raakt me heel erg dat er geen uitzending is. Ja, maar je kunt ook huilen om het feit dat je daar nooit meer komt of zo. Nee, heb je gehuild om het conflict of om het feit dat dat achter je ligt? Nee, niet dat het achter me ligt, want ik weet niet hoe het gaat. Maar dat het zo op deze manier gespeeld wordt, verwacht ik niet van mensen waar ik al 23 jaar mee omga. Met alle liefde altijd bij de VARA. En ik heb niks tegen de VARA. Ik wil niet vervelend doen, maar je zegt, ik weet niet hoe het gaat. Ik weet, ik weet absoluut niet hoe dit nu verder gaat. Staat de deur een beetje weer open dan naar de VARA? Nou, ik heb begrepen dat Vera een juridische procedure start. Dat moet dat ik zou allemaal toch verschrikkelijk zijn? Ja, ik vind het onbegrijpelijk. Ik dacht, daar komen we toch gewoon uit. Maar blijkbaar toch contractbreuk, dus dan
ik dacht in mijn naïviteit van, moet je nou eens kijken wat voor mogelijkheden je krijgt. Je snapt toch wel dat dit een kans is. Dat ze daar gewoon uit zouden komen zonder de juridische procedures. Nee, zeg je even, Sanne. Nou ja, ik vind, nu doet iedereen opeens van de boze vrouw spant een rechtszaak aan. Maar dat mag ze gewoon doen. Ja, uiteraard. Er ligt een contract. Toch, dat het mag, maar ik had het niet verwacht. Dat het zo en is het ook niet een beetje zo, mogelijk? Je hebt het toch gewoon voor het geld gedaan? Mogelijkheden? Nee, ik heb het gedaan, Jan. Productiebedrijf? Die zit hier, een eigen bedrijf kan opstarten. Is dat echt waar, Jack? Ja. Ja, dat is echt waar. Jij bent een artiest, je bent geen zakenman, je bent een cabaretier, je bent een podiumkunstenaar. Jan, luister, het is een creatief bedrijf die programma's bedenkt. En wij gaan het niet letterlijk produceren. Dat gaan we natuurlijk door mensen laten doen die daar heel goed in zijn. Maar wij gaan het bedenken. Stel dat de varen zegt, je mag het bij ons ook produceren. Ja, natuurlijk zegt dat. Maar dat zou ik het meest laffe van mezelf vinden, dat ik John de Mol gebruik om een betere positie bij de VARA te krijgen. Dat zou ik pas een laffe onderhandeling vinden. Zitten we hier nog een avond. En wij, ja, precies. En wij gaan naar... Maar zo hoort het niet. Erik van Muiswinkel, heel hartelijk dank. Peter Heerschop, hetzelfde. Figo Waas. Sanne Wallis de Vries. Ferry Mengelen. Thomas van Luijn. Thomas van Luijn. Mengelen. Ja, ik voel het. Ik vind Mengelen. Dat zegt bijna... Mengelen in huis. Ja, nee. Jack, heel veel sterkte. Ga je morgen doen? Ja, ik denk dat ik met mijn spijkerblok een plaatsje ergens bezet. Nee, hebben ze weggehaald, Jack. Is ook weg. Ja. En hoe is het met je gezondheid? Met mijn zoontje van dat komt helemaal goed. Jawel, de klaplong herstelt zich. Rustig aan doen. En wat was een erger klap voor je, de klaplong of dit vandaag? Nou, de pijn van de klaplong was wel erg heftig fysiek. Ja. Maar dit is geestelijk aangekomen. Heel hartelijk bedankt. Morgen, Frits. Morgenavond zijn wij er weer rond die klok van 10:55. He? Echt waar? Ja, echt waar. Daarna bij Peter R. de Vries. Hij komt zijn politieke plan uitleggen. Moet dat? Hij gaat de politiek in. Elke dag? Nou, het hoeft niet. Oh, ja. Maar we vinden het leuk, dus als we tijd hebben, komen. En Joke Bruijs komt zingen en spreken. En de actualiteit is op tafel. Tot morgen. Hoe laat moesten we bij Vera Keur zijn? Dat weet Jan nog niet. Nee. Nee, wat? Wij gaan wat, op de zaterdagavond. Wij gaan met Paul de Leeuw naar de zaterdagavond. Nee, wat Figo en Peter zijn volkomen buiten ons om. Wat jullie grote sterren doen. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, maar je kan als ster niet iedereen overal bij. Nee, dat begrijp ik. Dat heb je de koningin vanavond ook gezien. We hebben je dat heel goed uitgelegd. Ja. De koningin heeft ons dat ook geadviseerd, jongens. Betrekt niet iedereen overal. Er staat niet iedereen te woord. Nee, ja, precies. Maar jullie hebben een zakelijke verhouding met de koningin. Nee, ik niet. Dat denk jij. Henk zeker niet. Ik weet meer. Henk helemaal niet. Die mag zelfs tricksjes hebben. We gaan naar die...